Nou jongens, het is vandaag 31 december en ik schaam me echt eigenlijk een klein beetje met hoe laat ik wakker ben geworden. Maar moeten jullie eventjes kijken jongens. Het is op dit moment fucking 10:30 al bijna. Maar dat maakt niet heel veel uit, want ik heb zelf toch niet heel veel vuurwerk gehaald dit jaar. Dus je ziet me waarschijnlijk ook niks afsteken, want ja, ik heb gewoon mijn geld willen besparen voor andere dingen. Zoals bij mijn setup of zo, weet je. Dus een nieuwe softbox, een dark controller, et cetera. Dat soort dingen vond ik belangrijker dan vuurwerk. Maar ja, als jij veel meer om vuurwerk geeft, snap ik dat natuurlijk. Maar ik ga me even aankleden. Ik ga vanmiddag nog wel wat dingetjes doen, maar dat zie je straks wel. Dus ik ga me eerst even aankleden en douchen, denk ik. Dat weet ik niet zeker, maar anders weet ik ook niet de volgorde van vandaag. Nou, zoals jullie zien heb ik me eventjes aangekleed, want als ik straks eventjes weg moet, dan kan ik gewoon gelijk naar buiten. Maar het is 31 december, ik heb het hik ook. En nog steeds staat de schaatsbaan bij mij voor de deur. Dus als ik wil schaatsen, kan ik nog schaatsen. Het is tot en met 4 januari, geloof ik. Dus wie weet ga ik nog ooit een keer schaatsen. Maar ik vind het nog heel erg meevallen met de klanten die je hoort. Want het is natuurlijk nu, hoe laat is het? Bijna 1:30. En er zijn heel weinig klanten. Nu mag ik pas vanaf 6 uur echt vuurwerk afsteken. Maar alsnog valt het heel erg mee. Want heel veel mensen hebben er gewoon maling aan natuurlijk. Die zijn gewoon fucking savage als je nu natuurlijk al wat afsteekt. Maar ik zie nog niet heel veel gebeuren in ieder geval. Als we nou 12 uur zet ik mijn camera gewoon eventjes neer. Want we vieren ook gewoon oud en nieuw met z'n drieën. Omdat ons hond best wel bang is natuurlijk. Maar ik ga natuurlijk eerst nu eventjes mijn pc aanzetten. Althans, die staat al aan, want dat is hier aan Mixamp. Maar even deze aanklikken. En dan gaat hij als goed is, dus gaat hij aan. Yep. En met de muis in de weer gaan, zodat hij contact krijgt. En dan staat hij hier, dus ik ga nog eventjes wat video's editen wat nodig is, denk ik. En daarna ik ga sowieso vanavond even naar mijn nichtje, want die heeft een vuurkorf iets achter. Dus dat zien jullie allemaal strakjes. Ik ga hier geen video editen. We zijn nou iets onderweg. Ik ga proberen in te zoomen. Daarachter zie je dus een toren van allemaal hout. Meer zie je zo meteen. Nou, we zijn dus zojuist uitgestapt. En daar is de bad girl. Jay-Z. Ja. Oké. Hij is ongeveer, hoe hoog denk je dat hij is? Ik 10 meter of zo. 10 meter? Nou, hij is hoger. Hij is groter dan 10 meter. Hij is hoger dan normaal. Ja, we gaan hem dadelijk zien. We gaan eventjes heen lopen, maar jullie zien het zo meteen wel. Dus laten we als een blauw duimpje omhoog afstaan. Ja. Holy shit jongens. Jay-Z. Jongens, hij is echt niet normaal hoog. We gaan er even helemaal naartoe lopen. Fucking hell dit. We zijn dus nu bij de hoogste toren van Den Haag. Althans, in Den Haag hier zo hebben ze net. En bijvoorbeeld bij in het oosten, ik weet niet of de kijkers van mij zijn in het oosten. Daar doen ze karbiet schieten. Wat is er? Nou, politie zeg maar. En brandweer. Maar jongens, hij is echt niet normaal hoog. Dat zien we zelf ook wel. Dus yo, kijk uit Jace. Ik loop hier door het zand. Ik ben natuurlijk op het strand. En daar is een vuurtje. En hier zo gaan ze alles opbouwen. Doei! Zo, ik heb dus net lekker veel heerlijk gegeten. Ik heb gyros op, ik weet niet of jullie dat kennen. Het is dit soort vlees. Het is echt ziek lekker in ieder geval, maar dat heb ik lekker net gegeten. Ik ga vanavond waarschijnlijk heel eventjes naar Jay-Z toe. Omdat zij er gewoon vroeg en zij heeft wat vuurwerk, dus we gaan daar wat afsteken. Ik heb zelf helemaal niks gekocht, omdat ik het zelf gewoon pure geld van leuk vind. Maar zoals je ziet, het is heel rustig. Daar zie je iemand heel mooi plassen, kijk. Oeh, sexy hoor. Kijk, lol. Ze staan daar even mooi aan het plassen. Maar ja, jullie zien het vandaag ook natuurlijk. Het is een oud en nieuw dag. Waar ik geen vuurwerk heb.
Ik heb al 2 jaar bijna, nee, het is het 2e jaar dat ik geen vuurwerk heb. En het bevalt me wel gewoon, want natuurlijk... je kan er wat leukere dingen van kopen. Kijk, als je nou bijvoorbeeld 300 euro aan vuurwerk uitgeeft, of dat je nou 300 euro uitgeeft aan mijn setup, dan geef ik liever 300 euro uit aan mijn setup. Maar ja, als jij natuurlijk een vuurwerk vanavond bent, dan geef jij liever aan vuurwerk uit dan aan mijn setup. Maar ja, dat snap ik natuurlijk wel. Maar ik ga nog eventjes snel 1 broodje eten met kip en dan heb ik gegeten en dan ga ik vanavond even naar Jayce toe. Dat zien jullie allemaal wel. Jullie zien gewoon tot misschien wel na 3 uur 's nachts, ik weet hoe lang ik nog wakker blijf. We zien het wel. Hé, Troy. Nou, daar komt hij hoor. Daar is hij hoor. Troytje. Hallo. Hé, jongen. Gaat alles goed? Gaat alles goed? Ja, hè. Troytje is een beetje bang voor het vuurwerk. Soms. Ja, ga je kijken. Het is een aanstekertje. Yeah. Het is een aansteker. Het is een aansteker. Ja, dat is een camera. Dit is de camera, Troy. Dit is de camera. Dat zie je zelf. We gaan in ieder geval zo meteen naar Jayce toe. Terwijl mijn nichtje. Gaan we eventjes even lol hebben daar. Zo, ik moet eventjes haar met de computer helpen. Wat is daar gaan doen? Wat heb je gedaan, pa? Hey. Papa, wat heb je gedaan? Nou, wat denk je? Wat dan? Dat je gescheiden. Oh, Troytje toch. Oh, kijk, dan gaat Troy naar papa en mama. Jongens, we gaan zo even onze schoenen aandoen. En waar gaan we dan heen, pap? Wat hè? Waar gaan we heen? Naar de klote. Nee, dat niet. Nog niet. Gaat hij staan strippen? Hebben zijn broek naar beneden gedaan? Ja, ik ga mijn wil nu zien. Oh. Ik pak met zijn camera. Zo, je grappen maken. Jongens, we gaan zo even naar Jayce. Dus, tot zo. Ik schrok niet, joh. Wat gaan we doen, Jayce? Ja, zo'n vuurkastje. Dit is van Dane. Wat zei je? Dit is van Dane. Laat zien. We gaan het even uitpakken. Ik weet niet wat van Dane is. Laten we zien. Dit is van Dane. Nou. Wat? Hey, dit is sterretjes. Oh, wat mooie sterretjes. Heel mooi, heel gevaarlijk. Ja, Dragon Twisters. Ja, die liggen erin. Die zijn heel. Die zijn niet van jou. Ja, die zijn van mij. Mag, nou, je op YouTube? Ja, toch? Ja, tuurlijk. Oké, mooi zo. Dit is Dylan. Ik heet geen Dylan. Damien. Dit zijn Dragon Twisters. Heel mooi. Nog een paar van die gekke dingen. Dit zijn trickjes. Wat zijn dit? Dit zijn hele illegale dingen. Die kun je gewoon met de 10 ton of iets halen, maar zijn heel illegaal. Oh, dat zijn knalhard. Oh, echt? En dit zijn hele erge nitraten. Ik weet dat het helemaal geen nitraten zijn, maar... zijn grondbloemen. Grondbloemen? Ja. Nou, die zijn heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Weet je niet? Okay. Deze zijn heel gevaarlijk, die grondbloemen. Die grondbloemen, deze, die zijn heel... Zo! Wat was dat? Dat was een knalert. Er zit een knalert in. Ja, knalert, jongen. Niet doen. Ah, je bent gek, jij. Nee, we knijpen dat ding niet. Jezus, moeder wordt boos. Nou. Ja, dat is echt een titel. Wat zijn dit? Knalert. Extra large. De? Extra large. 40 stuk. Nou, wauw. Nog meer knalert. Nog meer knalert en een heel mooi pijltje. Alsjeblieft. Ja. Oh, oh. Zet je haar aan de fik. Hé, joh, vieze Rick. Ja, sorry. Mag ook wat gebeuren. Kijk uit, hè. Dat zijn de grondbloemen. Nog meer hele erge nitraten. Heel erg. Hier komen de trekkens. Oh, jezus. Kijk eens. Hele Cobra 6'en zijn dit. Ja. Dragon Twisters. Ik ben de morning van Cobra 6, jongen. Ik heb gewoon Twisters. Oh, dat valt het een en ander. Kijk eens, ik ben echt die bad boy neef. Nee. Vol wel mee, we gaan gewoon een gekke grond doen. We gaan straks een vuurtje maken, hè? Met een kerstboom. Wacht. Deze gaan we straks afsteken, hè? Deze ging er straks al fout, hè? Ja. Ik moest deze van Damien in het... Waar moest ik hem inzetten? Aarde. Ik zet hem in de aarde. Met een volle kop pop ik hem helemaal erin. En ik steek hem aan en je ziet hem echt zo... Zo op de weg. Ja, ook bij mij. Dat gebeurde ook bij mij. Ja. Maar Jayce heeft ook nog hele mooie. Die gaan we straks ook afsteken. Dat zijn... Duits. Nee. Ja, dat gaat na 12. Oh, kijk. Oh, zo. Niks aan de hand, joh. En dan ze hebben ook nog black crackers. Black crackers. Dat zijn gewoon dingetjes. Die gaan we ook afsteken. Die gaan we ook afsteken, toch? Die eet ik op. Nee. Die gaan we ook al afsteken. Die black crackers.
Nou jongens, we gaan even naar Jay-Z's gaming setup. Loop mee. We gaan naar Jay-Z's gaming setup, jongens. Ja, yes, dat wil ik even doen. Oké, let's go. We gaan even kijken of er al vuurwerk is. Ik zie helemaal niks. Is er al vuurwerk bij Jay-Z? Ja, er is vuurwerk daar zo. Jay-Z, doe je licht uit, doe je licht uit, doe je licht uit. Snel. Wat mooi, jongens. Helemaal mooi. Hey, zet maar aan, Jay-Z. Wat? Niet bedankt. Nee, bedankt. Ja hoor, dit ga ik op mijn kanaal. Ze heeft eindelijk een YouTube kanaal, jongens. Ja. Hey, je hebt geen meldingen en geen later bekijken. Ja, er staat nog geen hele video op me. Ik heb mijn bek verbrand, Jolini. Ik sta op de vloer. Ik zit te filmen. Ik heb het nog een etapje van genomen wat je zei dat het heet was. Ja. Zo jongens, het is op dit moment 7 uur. En ik kan geen ene kut, ik snap er geen ene kut van. Ja. Mijn video. Het is 7 uur. Yes, ik heb toch net de video. Doe eens rustig gek, ga naar je creator studio. Ik snap er geen ene kiefers van. Jongens. Geef nooit kinderen van 10 een YouTube kanaal, want dat komt niet goed. Ja, mijn wel. Jij? Ja, ik wel. Nee, jij moet ook niet, je moet ook je bek houden, want dat is niet zo. Ja, kijk even op zijn kanaal, want hij kan echt niks. Wat is zijn kanaal? Dat is Grand Games. Ik weet niet. Ja, ik weet niet, Guus, als je deze video kijkt, maar je zegt dat je hand bij je vinger bent kwijtgeraakt. Rest in peace, mate. Nee, voor mij is het gewoon een vatten, want hij doet gewoon zo. En dan maakt hij zo een foto, weet je. Oh, ik ben mijn vingers kwijt. Maar, staat nu een video online. Die is voor jullie al oud. Maar, Sanne, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken ook natuurlijk. Ik weet niet of hij focust, doet hij niet. Deze camera heeft even met focussen. Maar, ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat Jason aan de camera is, maar... Fucking lekker. Wat is het? Neem een hap. Lekker. Echt lekker. Dit is heel gevaarlijk, dus. Heel explosief. Kijk maar van! Godverdomme, JC. Maak ook niet meer. Daar word je dik van. Dat is niet goed hoor, jongens. Oh, mijn duim. Oh, je duim. Rest op die. Zo, hé. Verwijder je kanaal maar weer. Nee, jongens, wij gaan daar nog even verder met. Hij is nog niet geüpload. Geef eens. Ja, moest even wachten. Hij is nog 21 seconden resterend. En dan is Jay-Z allereerst video geüpload. Maar ja, het is nog geen helemaal geen. Dat is een kut kwaliteit. Dus je kind van 19 video upload. Maar wij gaan de vuurkop aansteken. 16, dat zie je dadelijk. Laat dat maar een pees uit. Nee, die moet even blijven laden. Dan gaan we straks verder mee. Kom. Jongens, ik ga de vuurkop aansteken. Jullie blijven maar hier lekker als stommetje lulletjes gaan eten. Dus wij staan ook aan het eten, wij moeten toch ook leven? Wat zeg je? Wij moeten toch ook leven? Nee. Jawel. Helemaal niet. Dood. Damien, is het lekker? Ja. Echt? Ja. Waarom? Damien, kijk, ik ben helemaal op je hoofd ingezoomd. Nee. Ja. Nee. Jawel. Toch doe ik het. Toch deed ik het. Toch deed je ook. Toch deed ik het, Damien. Nee jongens, wij gaan eventjes nu, althans hun, ik heb al thuis gegeten, we gaan naar thuis, show. We gaan dat opeten en ik ga eventjes naar de woonkamer, want Jay-Z is waarschijnlijk ook. Dus wij gaan dadelijk de vuurkoor gaan. Een roodbom, jongen! Jay-Z, kom daarheen lopen, kom! Hé jongen, wil je een zien mijn chest over jongens, hier ligt er ook een, maar daarachter, holy shit! Jongens, er staat daar een ton en die ton is van aluminium en die is gewoon aan het verbranden. Hey Chester, kijk, dit is Chester. Hij vlogt ook. Er gaat daar ook wat de lucht in. Jongens, dit is echt... Oh! Hij is al afgelopen, kijk maar. Hij is al bijna afgelopen.
Hij is al bijna af. Hey! En hij is weer klaar, jongens. Hij is klaar. Zo. Dat was het weer. We gaan nu naar ons eigen vuurtje. Kom. Jongens. Dat gebeurt er dus wanneer je kalium en Jace. Jace. Ja. Wat was het nou? Was het kalium en suiker? Ja, kalium en suiker. Oké, men zegt dus dat het kankerverwekkend is. Ja, het is heel kankerverwekkend. Echt? Ja, echt. En er gaat nog een pijl, er gaat nog een pijl. Gaat ie hoor. Hey. Let's go, Jace. Komt een auto aan ook. Holy shit! We hebben vuur voor ons. Chesto, ga weg. Maar wij hebben ook een vuurtje. Dus daar gaan we nu even heen. Er komt daar iemand aanrennen. Hey! Hey, Ben! Hey, jongens! Hij wordt bijna aangereden, jongen. Ja, hey, je moet even uitkijken. Ben, heb je ook een vuurtje? Holy shit! Ben, heb je ook een vuurtje? Dit is niemand. Nou, dit is ons vuurtje. Dat is wel een bescheiden vergeleken met dat kalium ding. Hey, de kop is open. Ja. Komt hij er expres voor? Ja. Holy shit. Schillige boys. Oh. Oh, dit is het. Jace, lekker potje heb je uitgekozen! Jace, dit is het! Dat was het. Yes. Oh, er gaat nog wat. Jace, wat ben je aan Een kutboom zagen. Ze is hout aan het zagen voor ons vuurtje hier. Ik heb helemaal geen vuur, die heb Jace. Jace, geef de aansteker eens. Kijk, smokeboy FD. Mooie kerstboom. Die staat dadelijk in het vuur. Kijk uit voor de wind. Jongens, mooi vuurtje. En Jace? Wat? We gaan zien hoe Jace gaat zagen. Let's do it. Zagen. Kom op, zaag man. Ja, je blijft hangen. Zagen. Geef hier, mag ik hem erin doen? Anne, kan die erop? Kut. Oh, hij is hier al de hele tijd. Hoor. Hij is weer ernaast, jongens. Ik ben bijna te goed zijn. Daar gaat hij. Hij is de hele tijd al op. Ja, ik dacht het. Zo, mijn pa is hem net even op kunnen halen. Ja. We gaan nu naar huis. Best koud. Het is 11:30 bijna, dus het is bijna nieuwjaar. Maar dat zie je allemaal straks al. Heb je het koud? Nee? Heb jij het koud? Nee, ik niet. Ah, we winter al gaan. Ik heb een vest en mijn eigen trui erom, maar ik weet niet of het goed ziet. Het zal wel, voor mij wel. Ja. Maar ja, je ziet het zo meteen thuis al. We gaan even doorlopen. Hey, Troy! Hallo mama! Hey, Pik!
Hey, treetje, kusje. Hey. Koek, koek. Wat is het probleem? Hallo. Nou, dan niet. Hé. Hey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2016! Nou, hallo? Zeg even hallo tegen de kijkers. Hallo. Gelukkig nieuwjaar, jongens. Woo! Kom hier, jongens. Gelukkig 2016 met z'n allen. Oh, mee eten in mijn neus. Ah, oh, hou je bek, joh. Troy, het is 2016! Ja. Hey! Woo! Ja! Ah! Jongen! 2016! Woo! Kijk eens, jongens! Kijk dan! Is hier al wat te zien? Helemaal dood! Oh, daar gaan de eerste dingen! Zullen we dat ding even open doen? Ja, we gaan even naar mijn kamer, jongens. Het is heel weinig. Jongens, daar gaan de eerste dingen. Holy shit, deze is heel mooi, jongens. Die is heel mooi. Oh mijn god, jongens, ik wil jullie even een heel fijn 2016 wensen. Holy shit. Hier, nu ook voor hier zo. Holy fucking shit. 2016, jongens. Wat een fucking chill jaar. Ah. Ik heb er echt zin in. Hier ook. Bam. Hoppakee. Daar in de verte gebeurt echt superveel. Ik heb ook gewoon gelijk een tweet eruit gegooid. Waar is mijn telefoon? Hier is mijn telefoon. Holy shit. Ik blijf het even filmen voor jullie, jongens. Hoppakee. Hehe. Holy shit, jongens. Ik ga gewoon mijn raam open doen, jongens. Ik ga mijn raam open doen. Holy shit. Woo! We gaan bommen los hier zo, jongens. Holy shit, jongens. Daar ook. Holy fucking shit. Gaan we weer op maar. Jongens, dit is echt fucking awesome. Ik zweer het je. Gelukkig nu jij iedereen. Fucking bedankt voor het kijken in deze vlog. Laat even je blauwe duimpje omhoog achter natuurlijk. Dat helpt mij enorm. We gaan nog heel even van het vuurwerk genieten. Ik ben al 6 minuten aan het filmen. Maar I don't care. Jongens, super bedankt voor het kijken naar deze vlog. Laat even je blauwe duimpje omhoog achter. Helpt mij enorm. Echt, jongens, ik hoop dat 2016 voor iedereen een fucking chill jaar gaat worden. En jongens, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie een andere keer.